Hallo allemaal, daar zijn we weer. Vandaag ga ik met jullie iets leuks maken, want de vakantie zit er weer bijna aan te komen. En de meeste van ons hebben of nog kleine kinderen, of kleinkinderen die naar school gaan. En de meeste zijn juf, krijgen altijd een cadeautje. En daar vond ik dit wel een heel leuk presentje voor. Dus wat heb je ervoor nodig? Kartstok A. 23,4 bij 22 centimeter. Kartstok B 15,8 bij 15,8. En kartstok C 15,8 bij 9,7. Designpapier kan je allemaal hierna snijden, dus die heb je niet nodig. En dit is het enige wat we nodig hebben. En daar gaan we mee aan de slag. We pakken ons rilbord erbij. En we gaan op de lange kant. En daar zit natuurlijk maar een heel klein verschil in. Dus ik ga hem voor de zekerheid heel even opmeten. Ja, dit is de lange kant. 23,4. Snijmes aan de kant. Gaan we rillen op 7,8. En op 15,6. En dan draaien we hem om. En dan gaan we op de korte kant gaan we rillen op 12,2. En op 20. Dan leggen we het rilbord even aan de kant. Zo. En dan ga ik even. Hij moet zo liggen. Je hebt drie grote delen aan de zijkant. Je hebt drie kortere vierkantjes aan de onderkant. En dit vierkant gaan we helemaal wegknippen. Ook de zijkant. Deze gaan we wegknippen. En deze gaan we in dit vak. Gaan we een lijntje trekken, een stipje zetten op 2 centimeter. Doen we aan deze kant en aan die kant. En dan trekken we een lijntje door. Op deze manier. Hoeft niet precies 2 centimeter te zijn, maar dit gaan we wegknippen. Dit gaan we wegknippen. Deze gaan we wegknippen. En die gaan we wegknippen. Dat gaan we nu gelijk doen. Dus dit mag allemaal eraf geknipt worden. En zo. Zo. Die gaat eraf. Deze gaat eraf. Nou gaan we deze lijn even inknippen en we knippen er ook gelijk weer hoekjes vanaf. Maar voordat we die hoekjes eraf knippen, en dan moet ik heel even bedenken, zo, deze gaan we vouwen, die gaan we vouwen. We gaan aan de nette kant, mooie kant, gaan we tape plakken. Ik moest even voor de zekerheid kijken of ik het niet aan de verkeerde kant deed. Maar we gaan aan de goede kant gaan we tape plakken. En ik heb niet genoeg, tenminste breed genoeg tape. Dus ik gebruik twee verschillende maatjes. Even het begin zoeken. Zodat ik genoeg tape heb en dat het zeker goed blijft plakken. En van deze flappen gaan we nu de puntjes vanaf knippen. Ik vind dat makkelijker om te doen als de tape al geplakt is. Want dan hoef ik niet met schuine taperandjes of tapejes wat er overheen hangt te werken. De prullenbak even open, zodat ik alles gelijk weer weg kan gooien. Nou ligt hij dus zo voor je. En nou gaan we ons lineaal erbij pakken. We draaien hem even om, zodat de drie vlakken aan de bovenkant komen te liggen.
En we gaan vanaf de eerste rillijn gaan we een stip zetten op 2 centimeter. Vanaf de rillijn. En dat doen we ook aan de andere kant. 2 centimeter vanaf de rillijn zetten we een stip. Dan gaan we aan de bovenkant meten. En vanaf de bovenkant zetten we op 7,7 zetten we een stip. 5, 6, 7. En we trekken een lijn tussen deze stip en die stip. En dat gaan we zometeen ook aan de andere kant doen. Dus we trekken hier ook weer, gaan we een stip zetten. Dit is 7,5, 7,6, 7,7. Nu op de nullijn. En we gaan een streep trekken van deze stip naar die stip. Op deze manier. En deze vlakken gaan we allebei wegknippen. Ik pak even mijn grotere schaar voor. Dat is net even wat makkelijker. Zo. En aan die kant doen we dat ook. Op deze manier. Zo. Dan gaan we die weer weggooien. En dan gaan we even alle lijnen erin vouwen. En dan doe ik even met mijn vouwbeen eroverheen. Om de lijnen even wat scherper te maken. Zodat het straks goed in elkaar plakt. Deze ook even. Deze hadden we al iets gevouwen, maar nog niet met mijn vouwbeen eroverheen. Dus dat doen we nog een keer. Op deze manier. En we gaan de tape loshalen. Even mijn prikpen pakken. En ik haal de tape eraf. En dat doe ik bij die andere ook gelijk. Zo. Die weer in de prullenbak. Ik zie dat hier nog een stukje tape aan zit met een stukje kraft van de vorige keer. Dus die doen we even aan de kant. We gaan deze flap hier op plakken. Dus die gaan we dicht doen. En die plakken we hier op. Dan vouwen we deze flap dicht. En deze vouwen we op deze kant. Op deze manier. Zo. Ik zie dat hij een beetje te groot is. Dus dan knip ik hem even een klein stukje bij. Zodat er geen uitsteeksels op zitten. Zo. Die weer aan de kant. Even met mijn vouwbeentje over de plakstrippen heen. Dit is het eerste gedeelte van je cadeautje. Die zetten we even aan de kant. We pakken ons rolbord er weer bij. En we pakken cardstock deel B. En deze gaan we rondom, dus op alle kanten, rillen op 2 en op 4 centimeter. Dus het maakt niet uit aan welke kant je begint. Het is even groot. En we rillen op 2 en 4. Dan draaien we hem een kwart. En ook nu weer op 2 en 4. En 4. Nog een kwartje. Op 2. En 4. En de laatste stukje weer op 2. En 4. Op deze manier. Nou gaan we die weer aan de kant leggen. En we gaan de volgende vierkantjes gaan we wegknippen. Deze mogen allemaal weggeknipt worden. Dus eigenlijk de drie buitenste vierkantjes gaan we wegknippen. En de andere blijven zitten. Deze lijn en deze lijn. En ook het tegenovergestelde. Deze. Oh. En deze. Gaan we wel inknippen. Maar we gaan hem niet wegknippen. Dus de vierkantjes waar het kruisje op staan, die knippen we geheel weg. En de andere knippen we alleen een stukje in, zodat je een flapje krijgt. Maar deze handeling hebben we inmiddels al een aantal keer gedaan. Dus zijn jullie inmiddels wel van ons gewend.
En ook daar knippen we dan weer een heel klein puntje vanaf. Zodat die straks beter in ons doosje past. Dus hier knippen we een heel klein hoekje vanaf. Dat geeft hem net even wat meer speling om je cardstock recht te plakken. Vaak is het dan als je het niet wegknipt dat er dan aan de bovenkant net nog een stukje tussenuit bovenuit steekt. En als je er een heel klein randje aan de onderkant, klein ja, puntje, driehoekje ervan afknipt, dan heb je dat namelijk niet. En dan geeft je net even wat meer ruimte om te bewegen. Dus dat vind ik wel altijd even handig. Deze ook weer eraf. Die eraf. En dan hebben we alle vier kantjes eraf geknipt die we eraf moeten knippen. Zo. Dit weer in de prullenbak. Even alle vouwlijnen weer met een vouwbeentje behandelen. Zodat die mooi en strak zitten. Je hoeft de potloodstrepen, wat je hebt geschreven, wat ik tenminste heb geschreven, hoef ik niet uit te gummen. Want daar zie je zo meteen toch niks meer van. Soms moet ik het wel even uitgummen, want dan zie je bijvoorbeeld net dat als je designpapier hier zou plakken, dat er een potlood er tussendoor komt. Maar daar heb ik deze keer geen last van. De hond is er niet helemaal mee eens dat hij even moet wachten tot hij naar buiten moet. Maar hij moet toch nog heel even wachten. We gaan op de flapjes gaan we plakband doen en op de buitenste 2 centimeter lijnen. Dus ik ga mijn tape weer pakken en ik ga er plakband op doen. En zoals je ziet is deze ook weer net niet breed genoeg. Dus ik ga er zometeen ook nog met die andere tape een klein streepje op plakken. Zodat het zometeen wel allemaal goed dicht zit. Want het moet natuurlijk wel goed blijven plakken. Aan die kant nog een stukje tape. Zo. En dan gaan we zometeen nog een rondje, maar dan met het dunnere tape. Op deze manier. Ik heb inmiddels geen kind meer wat op de basisschool zit. Die een presentje geeft aan een juf of een meester. Maar toen ik dit ideetje zag, dacht ik gelijk, oh, dat is eigenlijk best wel leuk. En het is nu juni. Tenminste, voor mij is het nu mei terwijl ik dit maak. Maar als we deze live gaan geven, is het juni. En dan is het voor de meesten bijna zomervakantie. En dan is het wel erg leuk om de waardering voor de juf of de meester. En misschien is er ook nog wel een juffendag. Ik weet nog dat mijn dochter vroeger juffendag had. En dan kan je dat ook geven als presentje. En misschien vind je het wel leuk om het gewoon aan iemand te geven. Kan natuurlijk ook bijvoorbeeld voor secretaressendag. Want ik ben al vergeten. Eerst moeten de flapjes eraf. Je kunt het altijd aan iemand geven. We gaan eerst de flapjes even vouwen. Dus deze gaan we hierop doen. Die gaan we daar. Zo. Deze hier. En deze gaan we daar. En nou mag de rest van de tape er ook vanaf. En die gaan we zometeen in ons bakje plakken die we net al hebben gemaakt. En hier gaan we straks op post-it of sticky notes. Net hoe je het noemt, gaan we daar bovenop leggen. Oh, ja. Dus we pakken deze, plakken we even dicht. We plakken hem over elkaar heen. Even aandrukken. Die ook. Ook even aandrukken. Ik wil dat je niet met je vingers vast blijft plakken. En deze zo. We gaan ons bakje erbij pakken en we gaan hem inplakken. Maar voor we dat doen, gaan we hier en hier lijm smeren. Want we willen dat hij goed
in ons bakje past. Dan ga ik even kijken welke voorkant ik het mooiste vind. Ik denk dat dit de mooiste voorkant is. Dus dit ga ik als voorkant gebruiken. En deze ga ik dus beplakken. En straks doen we ook die. Maar we moeten eerst nog iets anders maken. Dus daar doen we straks pas lijm op. Maar dat kan straks ook nog. En nou gaan we aan de onderkant ook even wat lijm doen. En dat doen we eigenlijk omdat we dan zonder nog kunnen schuiven. Als ik nou alleen de tape heb en het plakt, dan plakt het. Maar heb je er wat lijm op gesmeerd, dan kan je nog even een beetje schuiven. En dat is wel fijn. En die gaan we hierin plakken. En we gaan hem precies hier tegenaan plakken. Dus op de lijn. En dan plakken we hem daar tegenaan. Hier. En dan daar tegenaan. Even goed aanwrijven. Hier ook. Even aan de zijkant goed aanwrijven. Daar goed aanwrijven. En dan houden we hem heel even vast. Want die lijm die moet natuurlijk even drogen. En we willen natuurlijk wel dat hij goed vast blijft zitten. Dus we houden hem even zo vast. Een keertje schuiven. Hier nog een keertje schuiven. En dan leggen we hem even aan de kant. En ik leg daar even iets wat zwaarders bovenop. Zodat hij wel blijft plakken. Dus die taperollen komen ook nog van pas. Ik heb mijn nagel gescheurd. Dan blijf je iedere keer achter haken. Nou hebben we nog een deel. En dat is cardstock C. En deze gaan we op de lange kant rillen op 2 centimeter. En op 9,8. Waarom is die dan 5? Nou, 9,8. En ik zie dat die dus veel te lang is. 9,8. En 9,8 is 11,8 gaan we hem afsnijden. Dus 11,8. En dan ga ik die gelijk even in mijn papiertje aanpassen op 11,8. Zo. Deze nemen we van tevoren op. Dus de fout die ik nu tegenkom, kan ik in de live wel aanpassen. En we draaien hem nou een kwartslag om en dan gaan we op 2 centimeter gaan we rillen. Op deze manier. Leggen we het scorebord, snijbord weer aan de kant. En we gaan even de rillijn er